ga er in één keer in en je kunt het. Handen op de rij. Je kunt het. Heel vlak. Heel goed. Je lijf nice. Aan. Vriendin van Busy. Kijk. Nee, ja. In Geldrovers gaan we weddenschappen aan met de hele wereld. We laten ons uitdagen door vrienden, kijkers en YouTubers. Als ze maar met doekoe komen. De eerste aflevering van het nieuwe seizoen van Geldrovers trappen we af met twee uitdagers die nergens bang voor zijn. Als eerste de man met de stem als een zaagmachine. Mark Baanders, a.k.a. Slijptol. Zijn medestander is Friese schoonheid Sylvana IJsselmuiden. Zeg het maar, met welke weddenschap denken jullie geld van ons af te kunnen troggelen? Ik verdrink natuurlijk in het showbiz nieuws, roddelpraten, ook al heel vaak gedaan. Privé is eigenlijk mijn agenda ongeveer. Who's the man gaan we spelen, een soort hint. Maar nu vind ik dat net iets te makkelijk. Je wil natuurlijk een beetje uitdaging. Dus we hebben erbij bedacht, we doen hints, maar dan in een ijsbad. Dus hoe langer je in het bad zit, hoe meer vragen je goed kan beantwoorden. Oké, en hoeveel geld hebben jullie bij je? Als je wint, dan ga je flink winnen en als je verliest, verlies je. Dus, ik heb gezegd dat Sil mocht bevalen. 300 euro, jongens. 300 euro? Ja. Dat gaan we mooi niet doen. Ho, ho, dat is niet de afspraak. 20 euro. Ho. Eén klap pils, ja? Nee, je hebt het al helemaal mee, 150 euro. Nee, ik ga echt geen 150 euro inleggen. Nee, dit is niet met mij afgelegd. Nee? Ja, ik ga ervan uit dat ik win, dus kom maar op. Ja, geloof in je eigen kracht, jongens. Zo is dat. Oké, wij gaan akkoord. Ja, Mark moest even slikken, maar Sylvana gaat niet zomaar uit de kleren natuurlijk. 300 piek is de inzet waarvoor we spelen. Voor deze challenge hebben zij een prachtige plek aan de Amstel uitgekozen in een bad op deze woonboot. Maar onze outfits kan niet liggen vandaag. Mark gaat even de spelregels uitleggen. Ja, het kan zeker niet aan onze outfits liggen. De spelregels zijn als volgt. Je moet zoveel mogelijk namen van celebrities raden vanuit een ijsbad. Nou goed, wij hebben al enige ervaring hiermee. Ik weet niet hoe het met jullie zit. Nee, Martijn heeft er wel ervaring in hoor. Jij zit er op te scheppen over dat je 10 minuten lang kan volhouden. Dat gaan we zo meteen zien, jongens. Leuk. Maar degene die het meeste namen heeft geraden in die korte tijd, ja, die gaat met de winst vandoor. Is dat lekker? Ik zou zeggen, ijs bij. Nog wat extra ijs erbij. We hebben het zelf een beetje in de hand, want de teams mogen voor elkaar de namen verzinnen die geraden moeten worden. Wat is onze tactiek? Nou, ik denk gewoon dat wij voor ons bekende celebrities moeten doen. De celebrities van Dumpert, de celebrities van Poont, ik noem hem Wim Hof. Ik ga ervan uit dat zij het ons heel moeilijk gaan maken. Dus laten we het voor hun onmogelijk maken. Dus we gaan Google erbij pakken? Ja, we gaan Google erbij pakken. En we gaan bijvoorbeeld even kijken naar de meest onbekende namen uit het demissionair kabinet. Klaas Dijkhoff, weet je wel? Dat is dan nog een beetje... Ja. Dan gaan we ze daar nog mee een beetje... Matsen. Nummer 1. Mission Impossible. Ja, laten we ze wel gunnen met Gandhi. Dat is prima. Genghis Khan. Geen idee wie dat is. Hij heeft heel Mongolië uitgerust. Ja, dat is dom, hè? Ken je die niet? Nee. Ken ik überhaupt iemand? Nee. Nee. Mensen kennen alleen jou. Ja. Nina Sanders doe ik. Nina Sanders heeft geen idee inderdaad. Hoe heet de presentatrice van het Jeugdjournaal 1992? Karl Marx is natuurlijk ook leuk. Ja. Communist. Die gozer van de Telegraaf, de collega van Michelle. Ja, maar die weet ze wel. Jeroen nog iets. Jeroen en Co. Hoe heet die? Jeroen en Co. Ik weet dat Martijn wel Gooise Vrouwen kijkt. Ja, hoezo weet ik je? Iemand op deze set waarvan ze de naam eigenlijk zouden moeten weten. Hoe heet je voor- en achternaam? Short Kors. Dat moeten ze weten. Ze hadden je naam moeten weten. Ik wist het zelf. Short Kors. Ik heb het Kalsiet gelezen. Als je het Kalsiet hebt doorgenomen. Slijptol. De vriendin van Busy bijvoorbeeld. René Hemnes. Dit is de laatste. Om de rolverdeling te bepalen krijgen we eerst tips van expert Bart Biermans om daarna uit te vechten wie van ons het beste tegen de kou kan. Wat je heel goed moet weten, het is een mentale oefening. Ja, dus je lijf kan hier tegen, je lijf kan dit aan, je lijf vindt dit zelf fantastisch. Als je straks uit het ijsbad komt, moet je maar eens voelen wat je aan energie los voelt komen en hoe je je voelt. Je voelt je supergoed, je bent ook helemaal warm, alles stroomt. Allemaal gelukshormoontjes komen vrij. Dus dit is gewoon een mentale oefening. Gelukshormoontjes? Kan je
Gelukshormoon, jazeker. Dat is denk ik. Dat is een tijd geleden. Dat is een tijd geleden. Ja, ja. Hoe langer jullie praten, hoe kouder jullie worden. Dus ja, ik zou nu gewoon snel... Ik ben snel... nu echt al helemaal koud. Nou, Sil, trappen was uit. Ga er in één keer in. Ja. Dus niet met de teen voelen, want dan in één keer in. En ook handen op je dijen en je schouders onder. En je kunt het. Handen op die dijen. Je kunt het. Heel goed. Diep in en uit. Dieper. Diep in en uit ademen. Ietsje diep door. Ontspannen. Diepe teugen. Zo, ik vind dit knap hoor. Lekker hoor. Heel goed, Sivan. Heel knap. Heel goed. Je lijf heel nice. Het aan. Heel diep, dieper dan je kan. Je kunt het. Nee, maar je doet het heel goed hoor. Ja. Zo, wauw. Nou Martijn, de lat wordt wel erg hoog gelegd nu. Yep. Ik zou, als ze er nog een keer een willen, zou ik er nu... Ja. Jezus, Silly. Lekker hoor. Lekker hoor. Heel lekker hoor. Hoor. Ja. Kijk, is dit de eerste keer dat je dit doet? Ja, ik doe wel eens een nieuwjaarduik. Ja, dat is precies hetzelfde dus. Oké, dames en heren, ga er maar even goed voor zitten. Ja, maar nu ga ik. Ja. Lekker erin. Lekker, jongen. Hand op je dijen. Hand op je dijen. Het is voor mentaal, fysiek is het oké. Jouw lijf kan dit aan, Martijn. Jouw lijf kan dit aan. Zie je? Het is gewoon, zijn gewoon prikkeltjes. Ik zou het Martijn niet laten doen. Ik wil Niels nog wel een keer zien. Nou, hou op. Wil je ook die warme? Ja, dat is hem. Je moet gewoon accepteren dat je die prikkels hebt. Maar het doet wel heel veel pijn. Oeh, kijk eens. En Doorzakken. Oké. Handen gedaan. Ja. Ja. Ik ga het wel doen. Ja. Oh, lief, het rustig aan. Focus. Lekker bekkie. Ik voel helemaal niks. Maar dat praten en hierin zitten tegelijk. Dat wordt wel moeilijk, hè? Dat is lastig voor zuurstof. Focus. Over het punt heen. Oké. We weten allemaal dat bijna alle kijkers deze video hebben aangeklikt omdat ze graag Sivan in het ijsbad wilden zien. Ik denk dat ze halverwege toch opeens denken van, die Niels eigenlijk ook wel, gaan we zo zeggen. Oké. Niels, gaat niet goed. Niels, bewaar het voor zo, Nee, laat me. Heel knap, Niels. Ja, je doet het heel erg bezig. Beeld zo met je kutkop. En Mark Anus. En Sivan. Klaas van. Bart Biermans. Yes, lekker bek! Lekker bek! Gaat je hebt er vijf. Die ging Jezus. Lekker, ouwe. Die ging echt heel lekker. Ja, maar jij gaat het zo doen, hoor. Nou, voordat we de echte challenge aangaan, is het denk ik even belangrijk om te bepalen wie de eerst gaat. Want ik denk dat als je als tweede gaat, een licht voordeel hebt. Ja, toch? Dan weet je tot hoever je moet gaan. Precies. Ja, dus jullie mag eerst. Nee, we hebben volgens mij een munt gekregen, toch? Ik heb een munt hier. En we gaan gewoon even een hele onafhankelijke tos doen. Oké, kop of munt? Munt. Munt. Dus als het munt is, mogen wij kiezen. Ja. En als het kop is, mogen jullie kiezen. Helemaal goed. Daar gaan we, hè? Geen trickies. Geen trickies. Nee, geen trickies meer. Puur onafhankelijk, ja? Wat hadden wij? Ja, kijk maar. Wat hadden jullie? Wij hadden munt. Het is... Munt! Munt. Oh. Okay, dus... Nou, weet je, dan zijn wij ook de vervelendste niet. Jullie gaan eerst. Nee. Dus dan ben je wel de vervelendste. Succes! Dan mogen we de beste winnen. Ja, jullie ook. Ja, als we willen winnen, denk ik dat de beste kans hebben als jij... zo laf, hè. Ik wist dat dit zou komen. Maar jij hebt de hele dag zitten opscheppen dat je 3 minuten... Ik heb helemaal niet op zitten. Makkelijk. Dat ze je het bad uit moesten trekken. Andere mensen leggen dit soort woorden in mijn mond. Het is letterlijk aan jouw mond. Hey, vorige keer was je toch 3 minuten... En zijn Niels, ja klopt, ze hadden hem echt uit moeten trekken. Oh ja, kut. Dat heb ik gezegd. Dat heb je zeker gezegd. Zullen we anders gewoon erom tossen? Dat is gewoon fair, toch? Kut, sorry, dan kan ik niet op de motie spelen. Ja, dat is gewoon fair. Dat is gewoon fair. Jammer, okay. Martijn. Jouw tactiek werkt niet. Nee. Kop ga jij, munt ga ik. Ah, kut, sorry. Kop ga jij, munt ga ik. Ja.
munt. Ah, dat ben jij. Kut. Kut, gaat erin. Dat is wat ik doe. Ik pak gewoon een hele hand. Ja. Kijk welke ik ken. Ja, heel goed. Goeie tactiek, man. Ga Bart mij nog begeleiden? Ik ga je begeleiden. Sta ik hier helemaal in mijn eentje? Ik sta hier. Ik heb geen reet aan jou. Oké, zijn we er klaar voor? Ja? Beginnen, beginnen. Even kijken. Geen idee wie het is. Grote benen. Geen idee wie het is. Oh, hij staat daar. Mark Baner. Zijn bijnaam. Slijpt op. Hoppa. Oh, die hele zen. Heel zen, heel zen. Dalai Lama. Nee, andere. Ah, Gandhi. Gandhi, topper. Oh ja, die aan die dingen, Olympische Spelen. Heel gespierd. Ja, tering, weet je, kleine ventje, die blonde. Ja, wil ik. Epke Zonderland. Ja, lekker grap. Geen idee wie het allemaal is, jongens. Wat is dit, jongens? Oh, cabaretier, krulletjes, niet grappig. Heel infantiel. Oh, die drukken? Ja, die hele drukken. Jochem Meijer. Hoppa. Oh, Jill. De achternaam is een stuk groente. Wortel. Ja? Willy. Willy Wortel, hoppa. Ja. Oh, de communist uit Rusland. Poetin. Nee. Lenin. Nee. Stalin. Ja, top. Zijn concurrent. Voor het ijsbad. Wim Hof. Hoppa. Dit is een straat in Amsterdam. Ja, ja, welke kleur heeft dat ding wat je altijd in je neus duwt? Wit. Ja? Witte de wit. Hoppa! En dat duw jij altijd in je neus. Kook, jongen. Sorry, hoor. Oeh, die Engelse voetballer. Knappe gast. Nu is David Beckham. Hoppa. Even kijken. Die filmen vroeger dat ze in de lift zitten. Abeltje. En dan zonder? Abel. Ja, ja. Oké, hoe heet het vriendin van Calvin van de voornaam? Hoe heet ze ook? Van de voornaam? Ja, ik heb brainfreeze, man. Oké, kom eruit, kom eruit. Hoe heet ze nou? Ja. Waring, maar dan voor... Nina. Ja, en dan de Koen en? Koen en Sander Show. Ja, en dan die samen? Nina Waring. Nina? Nina, Koen en? Nina Sanders. Hoppa! Ja, goed zo, kom maar. Lekker gaaf, lekker gaaf, lekker gaaf. Dat ging echt lekker, ouwe. Ja, oh, dat ging heel lekker. Een minuut of 4 in. Een minuut of 4 is een minuut of 4? Goeie. Holy shit, ouwe. Holy shit. Respect. Respect. Oh, helemaal rood ook. Ik ga er wel in. Oh, nou kijk, je weet wat ze zeggen. Hoe strenger de vorst, hoe kleiner. Die worst. De worst! Nee, heel flauw. Nee, ik vind het heel gentleman. Ja, en, nee, geen probleem. Dapper. En jij hebt ook iets pijn aan je knietje gisteren met je Hunkemuller shoot. Ja, nou, dat is ook nog. Het is maar ontzettend lief. Dankjewel. Rustig blijven, Mark. En als je niet meer kan, dan kan je niet. En dan is het gewoon klaar. Maar we gaan natuurlijk wel voor de winst. Nou, ik ben heel benieuwd wat zij ervan gaan maken. Handen op je dij, hè, Mark. Je blote dijen. Doorzakken. Top. Oké, speelt in die Force. Relatie met. Speelt in die Force. Ken je die Force serie? Nee. Oké. Fuck. Het werkt bij Telegraaf. Reporter. Michelle. Nee, die andere, die jongen. Nee. Yes. De vriendin van Martijn. Geen idee. Met een broertje. Die zit nu in die serie, volkszanger. Lijkt wel een beetje op jou. Geen idee. Geef niet. Gaat hartstikke goed. Hij weet niks. De vriendin van Busy. Kijk. Nee, ja. Heb je nog even? Ja. We moeten nog 10 goed gaan. Die zijn echt heel naar. Ja, dat is idols. Weet je, ja, die hebben meegaan aan een excite presentator. Jongens! Wat doen jullie moeilijk? Die heeft alcoholverslaving. Alcoholverslaving, kom op. Journalist. Ja, die hele grappige vent die kaal is. Ja, ruimt op Esther. Puntje. Ik weet gewoon geen namen, ik kijk gewoon mezelf. Ik heb geen idee van andere mensen. Ik maak gewoon mijn eigen shit. Is een pedofiel, heeft zijn eigen dochters, woonde alleen. Nee, ik heb echt geen idee.
Nee, maar lief, kom maar maar uit. Kom maar maar uit. Ik denk niet... Kom maar maar uit. Heeft iemand een handdoekje? Oh, jongen. Het is ook niet één. Stomme kaartjes. Nou, jij wist het toch wel? Ja, maar ja. We moeten het toch ook weten? Ja, maar dat is toch lastig? Ik had echt geen idee van die naam. Ik weet het niet. Kijk, Busy weet ik wel, maar het vriendin van Busy, ja. Wel slim van jullie. Ja, het is echt tactisch. Maar het is oké, we nemen ons verlies als een man. Ja, ik moet gewoon beter meer maar, naar televisie gaan kijken. Het was wel close call. Ik ben ook heel benieuwd. Ja. Wat zou de uitslag zijn? Kom, we gaan lekker opwarmen. Oh. Ja. Ik denk dat we even koffie thee gaan drinken en daarna de uitslag gaan doen. Tering. Dat was pittig, hè? Je hebt 2 minuten, je hebt 4. Ja. Of 3 minuten. Ja, ik had toch ook wel... Dus ze kwamen wel in de buurt van jullie, volgens mij. Ja, maar qua punten tellen totaal. Het is wel duidelijk hoe de man is. Wij hadden maar liefst 11 namen goed. Dit was Ajax VVV, gast. Dit was David tegen Goliath. Ja, het is gewoon flink hard gefaald. Al die, oh ja, ik had inderdaad echt geen flauw idee van al die namen. Minder lullen, ik wil het geld zien. Kijk, ik heb hier... Betaal jij Zil dan? Ja, ik betaal. Dus we hebben eerst dat wij betaald krijgen van een vrouw. Ja, normaal is het andersom. Laat even weten in de comments of je nog een leuke opdracht hebt voor onze volgende uitdagers. En wellicht kun jij ons nog uitdagen. Want kijk, doen ook mee. Tot volgende week. Is het zo? Kijk eens naar mij. Holy shit. Je kan gewoon tegen ons strijden. En 300 euro verliezen. Daag. Volgende week worden we uitgedaagd door de boys van Temptation. Sonny en Gregory. We hebben 2 paspoppen bij ons. En die moeten we binnen een half uur aankleden met zoveel mogelijk kledingstukken van mensen om ons heen. Wat zie je van de kleur auto? Ja. Met een programma. Heel Temptation hier in Rijken. Ja, gezellig. En ik ben een topper, ouwe. Je krijgt het zo terug. Hier, gasten, jullie meid wordt deels opgegeten. En die preuk is weg.